Chef Voetbal Valentijn Driessen, er komt een nieuw Eredivisie weekend aan. Dus staan we hier weer. Tagliafico wil ik graag als eerste even bijhalen. Want volgens deze uitspraak gaat hij echt rood krijgen tegen Sparta. Vanaf nu gaat iedere scheidsrechter op Tagliafico letten. Dat, die is natuurlijk nu, hoe noemen ze dat? Aangeschoten wild. Aangeschoten wild. Nou ja, zo. Die gaat nu ongetwijfeld in de, of deze wedstrijd of de volgende, krijgt hij een rode kaart. Oh, nou, die noteren. Al kijkt hij al naar iemand, dan... nee, maar dat is natuurlijk een ding wat zeker is. Ja, je komt niet lekker uit je woorden. Nee, ik kom niet lekker uit mijn hadden woorden. We niet eens op gelet, ging aangeschoten tussen de wild, aangeschoten, ja, daarom. Dat hij tegen Heracles geen rood. Nou geen ja, rood. Nu de volgende wedstrijd, dus dat nee, wordt Sparta weer, thuis. Nu weer geen rood, tegen nee. Lille niet. En nou, dan wordt het Sparta thuis. Maar dat zijn wel wedstrijden, ja, daar hoeft hij niet tot het gaatje te komen. Oh, oké. Okay. Dus, maar ja, de manier waarop hij speelt, je zag ook bij die penalty die kreeg, hè, tegen Lille, dat hij weer als een waanzinnige erin ging. En ja, voor hetzelfde geld zegt die vent vrije trap voor Lille, maar hij geeft gewoon een penalty. Dat is natuurlijk een enorm cadeautje. Dat en hij ging er nog naar kijken. He? En hij bleef erbij, ja. Ja, nee, deze man die kan je wel gelijk observeren als scheidsrechter. Want, ja als je met dit soort scheidsrechters wordt geconfronteerd... want voor hetzelfde geld gebeurt het ook aan de andere kant... en gebeurt het tegen je, ja, dan schiet je niks mee op natuurlijk. Nee. Nog een dingetje wat je ook in het verleden wel hebt gezegd. De chemie tussen Ten Hag en Ajax wel een beetje uitgewerkt. Nou, gisteren was natuurlijk een chemische explosie. In het elftal wel, ja. Ja, maar die jongens kunnen natuurlijk allemaal wel goed voetballen. Okay. Die voelen elkaar allemaal wel aan. Het gaat erom de chemie, zeg maar, voor langere tijd met iemand werken. Ja. En op een gegeven moment ben je er wel een beetje op uitgekeken natuurlijk. En die chemie, kijk, je ziet nu ook weer, die ploeg die formeert zich op een gegeven moment. En dat was 2 jaar geleden ook. En dat was vorig jaar eigenlijk ook net voor Chelsea. Dan durft hij bepaalde beslissingen te nemen. Bijvoorbeeld Rens in plaats van Kleiber. Omdat Mazraoui geblesseerd was. Ja. Timber staat erin in plaats van Schuurs. Ja, het zijn allemaal leerprocessen. En het duurt altijd heel lang voordat hij uiteindelijk tot zijn opstelling komt... waarin Ajax het beste rendeert. En bijvoorbeeld Daley Blind, nou, die zou nooit op het middenveld meer kunnen spelen. Nou, die speelt op het middenveld nu. Dus ja, er is wel wat veranderd natuurlijk. Het was inderdaad een mazzeltje voor Ajax dat die penalty werd gegeven, maar... De overall performance, wou ik zeggen. Ja, sorry, Roger Smith heb ik ook aan het woord gezien. Maar het was een indrukwekkende vertoning, toch? Die heb je niet over overall performance. Nee, dat heeft hij niet gezegd. Nee, dat klopt. Ja, ja, ze speelden echt gewoon heel goed voetbal. En Lille die gaf natuurlijk ook wel de ruimte weg om daar te voetballen waar ze wilden voetballen, Ajax, op de helft van de tegenstander. Maar Lille is natuurlijk lang niet zo goed als iedereen wel dacht. Die zijn geweldig aantal veren in hun reet gestoken. Vanwege die koppositie in Frankrijk. Ja. Nou, dat zegt nu ook wel weer dat die Franse competitie ook niet alles voorstelt. Dus we kunnen ook wel iets anders kijken naar Paris Saint-Germain. Alhoewel Mbappé geweldig was tegen Barcelona. Het trickje. Zegt ook weer wat over Barcelona. En Dest. En Dest. En ook over onze vriend van het Nederlands elftal, Depay natuurlijk. Hè. Die gloreert in die competitie. Maar ja, die maakte absoluut geen indruk. En we zien hier ook nog Sven Botman. Ja, die kan dan geloof ik voor 40 miljoen naar Liverpool. Nou, dat moet Lille gelijk doen. Kijk, Sven Botman heeft gewoon beperkingen. Aan de bal is hij gewoon, is het gewoon geen goede speler. En zou hij bij Ajax nooit aan de bak komen? Als je nu moet kiezen van, wil je Martinez op die plaats of Sven Botman? Ja, dan kies je voor Martinez. Dus Sven Botman had bij Ajax gewoon het hele jaar op de bank gezeten. Kun je op een gegeven moment, ik kan natuurlijk veel posities eruit halen, maar kun je Martinez nog wel met goed fatsoen op de bank zetten? Ja, natuurlijk. En daarom zit je bij een topclub. En daarom kan je ook bijvoorbeeld tegen Sparta, dan komt Haller er weer in. En dan kan je Tadić eventueel naar de linkerkant. Je kan Tadić ook rust geven. De bank is zo kwalitatief goed bezet dat Ten Hag gewoon kan wisselen. En ervoor kan zorgen dat hij weer met zijn sterkste elftal dadelijk tegen Lille. Zonder dat het puntverlies hoeft op te leveren tegen Sparta. Ja, luxe positie. PSV, hebben die ook een luxe positie? 8 tegengoals in 2 Griekse uitduels in deze Europa League. De enige luxe positie is natuurlijk dat die Sahavi het net wel weet te vinden. Nou. Ik moet niet vragen hoe en met wat voor geluk, zeg maar. Ook die eerste goal. Maar ja, hij schiet en niet geschoten is. Altijd mis. Maar voor de rest de luxe positie, nee, totaal niet. En ja, de ene na de andere tegen goal. En nou, we hadden het er vooraf over. Als je eenmaal met 3-2, zorg dan dat je met 3-2 eindigt. Dat je hem over de streep trekt. En toch krijgen ze weer een 4e goal tegen. En dat is dan waarschijnlijk natuurlijk de bottleneck dadelijk in die thuiswedstrijd. Want je moet gaan scoren, minimaal 2 keer. Maar deze mensen gaan natuurlijk ook tegen PSV scoren. Want het was gewoon 1 grote gatenkaas. Maar het is toch hemeltergend om nog maar eens een groot woord te gebruiken. Maar als je Ajax heel compact ziet voetballen tegen... Kijk, oké, het is misschien niet de absolute Europese top. Maar tegen Lille, heel geconcentreerd.
En daarvoor zit je naar PSV te kijken. Baumgartel kun je natuurlijk weer bijhalen. Ja. Het is gewoon een drama. Ja, ja. Nee, dat 100% eens. En de dag daarvoor hebben we ook Feyenoord gezien tegen Heerenveen. Ook zo'n drama. En daar zie je dat Ajax er met kop en schouders bovenuit steekt. Wat ook moet, hè. Want met dat budget, met die spelers... op het moment dat jij Haller kan halen voor 22,5 miljoen in de winter... en 22,5 miljoen is ook het totaalbedrag wat PSV heeft uitgegeven afgelopen zomer... ja, dan moet je zeggen van, dan moet je ook veel beter zijn dan PSV, dan Feyenoord. En ook dan Lyon in dit geval. Ja. En ja, PSV maakt het helemaal niet waar. En Schmid blijft maar volharden in zijn dogma's. Onder andere dat Big Dick systeem, want dat hoor jij dan graag. Dus inderdaad... en. Ja, je blijft je toch afvragen, waarom ga je nou niet gewoon spelen met één verdedigende middenvelder of twee, maar dan naast elkaar en dan een aanvallende middenvelder ertussen en dan gewoon met drie man voorin. En iedereen in Nederland is dat gewend. Die paar buitenlanders die er zitten, die spelen een aantal, bijvoorbeeld Thomas speelt al heel lang in Nederland. En die zijn daar ook zo aan gewend. Dus ik denk dat je dan veel beter voor de dag komt dan PSV nu. Opvallend, Iataren, die zat ziekjes, licht geblesseerd thuis. Dan zou je misschien verwachten na zo'n nederlaag... dan post hij iets om zijn team te ondersteunen. Ja. Maar hij kwam gisteravond met dit bericht... waarin die van die vuurtekentjes... jij bent er niet zo in thuis, geloof ik, maar Brobbie... Brobbie on fire, hè? Brobbie on fire, inderdaad. Is dat niet toch een beetje raar? Nou, heb je misschien de wedstrijd helemaal niet gezien. Misschien werd hij behandeld of was hij aan het trainen. Want Schmid houdt van optrainen, dus misschien was hij aan het trainen. Ja, natuurlijk is dit hartstikke raar. Ik begrijp het wel, want het zijn twee ploegmaats van elkaar. Ze zijn samen Europees kampioen geworden. En het was een heel goed koppel en ze kunnen goed met elkaar. Maar je houdt je natuurlijk voornamelijk bezig met je eigen team, met je eigen club. Maar Iataren heeft dat wel vaker. Er zijn heel veel van die kleine dingetjes dat hij laat zien dat hij eigenlijk misschien toch meer voor Ajax is dan voor PSV. Ja, wel. Zo heel raar, dat kan toch eigenlijk niet? Nou, het kan wel, maar je moet het alleen niet zo... uiten. En aan de andere kant, je mag inderdaad ook je eigen ploeggenoten. Maar wat had hij dan voor zijn eigen ploeggenoten? Wat had hij daar allemaal zo? Duimpjes omlaag? Ja, precies. Nou ja, goed. Het is dus PSV, Vitesse ook dat eraan komt. Ja. Laten we Feyenoord er nog even bij halen. Want die leken natuurlijk in ieder geval op de volgende ronde of de halffinale in de beker aan te koersen. Tot de rode kaart van Berghuis. Schreef je column er ook over? Ja. Nou ja, het is natuurlijk heel makkelijk om Berghuis als grote schuldige aan te wijzen. En hij is natuurlijk ook verantwoordelijk, zeker voor die twee gele kaarten. Twee domme gele kaarten. Aan de andere kant, toen Berghuis eruit ging, was het 3-1. Was er ook in de 66e minuut. Vanaf minuut 80 gaat het helemaal mis. En als je dan ziet wie er allemaal in het veld stonden op dat moment. Wat voor ervaring. Ver stond er, Toornstra stond er, Diemer stond er, Hap stond er, Jurgensen stond er. Nou, de keeper die het zo goed heeft gedaan de afgelopen weken. Maar nu niet. Maar nu niet. Botteguin staat er. Senesi, het grootste verdedigend talent zogenaamd van Nederland. Ja, dan moet je toch met 10 man een 3-1 overwinning over de streep kunnen trekken. Ja, maar het rare is dat ze in Europees verband... Ik dacht dat het Zagreb was uit mijn hoofd, maar dat ze ook heel lang met 10 man speelden. Ja. Toen hielden ze het pot dicht. Toen hielden ze het gewoon dus pot dicht. Ook gewoon concentratie. Ja, 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 daarom zo raakte gewoon volledig de weg kwijt. En dat was ook niet omdat Heerenveen nou zo goed voetbalde. Want het was gewoon van bank opportunistisch voetbal. Maar ja, als je dan Geertruida, die moet dan twee kopduels aan met Henk Veerman, die helemaal niet kan koppen. En die verliest hij gewoon glansrijk, verliest hij die twee kopduels. Nou, je moet het dan hem moeilijk maken, zodat hij gewoon niet aan koppen toekomt. Ja, het was echt beneden alle pijl. En als je dit ziet, dan vraag je weer af, hoe gaat die advocaat het nu weer op de rails krijgen? Hij was goed chagrijnig, zag je in de beelden, hè, dat hij zijn frustratie de vrije loop liep. De vorige keer na die nederlaag tegen Heerenveen hadden ze natuurlijk PSV. Ja, maar je krijgt nu Twente uit. Dus Groningen komt er verhaal. Nog aan uit, AZ komt er nog uit. Ja, gefeliciteerd. Aan, dus dat wordt... Ja, en je moet gewoon eigenlijk wel bij de eerste drie minimaal eindigen. Want dan ben je bijna verzekerd van Europa League voetbal. Want anders kom je in die nieuwe competitie, de Conference League. Nou, deze video wordt al wat langer. Dus als we de hele Conference League moeten uitleggen... Want, in ieder geval, er is één ding, daar wil je niet in voetballen. Nee, oké. Nog één punt dat we erbij moeten halen. Stengs heeft corona opgelopen. Het is VVV AZ. Ja, misschien wel het team dat het meest door corona getroffen is. Nou, in feite was AZ eigenlijk helemaal niet zo door corona getroffen. Het was voornamelijk het tweede elftal wat heel erg door corona is getroffen. En geloof ik één of twee eerste elftal spelers. Ja, daar is dan toch wel wat fout gegaan. Want je hoort er bijna niks meer van corona bij spelers. In ieder geval in Nederland niet. Noah Lang in België dan. Ja. Maar Stengs, ik weet niet wat hij heeft uitgevreten. Daar is natuurlijk wel wat fout gegaan. Ja, kan altijd wellicht gebeuren dan toch.
Ja, nee, eigenlijk kan het niet gebeuren. Als je gewoon allemaal aan de regels houdt, dan kan het niet gebeuren. Nee. Oké, okay, nou, dat is een duidelijke boodschap. Wil je nog verder nog iets kwijt? Nou, dat ik nog steeds geen corona heb gehad. Ik hou me ook heel niks aan de regels. We hebben hier net met een stok gestaan, 1,5 meter. Zo is het. En dat houden we zo. Oké, okay, Valentijn, dankjewel. Graag gedaan.